de blauwe door. Mag ik het zo noemen? Nou ja. Boy, Millie, Kai. Hallo! Ja, dit is al redelijk gedaan. Maar dit. Maar dit, hè? Oh, jezus, joh. Oh, dit is inderdaad heel ouderwets, hè? Ja. Ouderwets, heel erg gedateerd. Kleurrijk. Ja. Ja. Maar de verkeerde kleuren. Ja. Ja, zeker. Ja, en daarom weer dat blauw en dat groen. Weet je, ik snap dat hier iets aan gedaan moet worden. Ja, dat lijkt me ook mooi, ja. Maar jullie wonen hier nog maar net, hè? 2 weken? Ja, 2 weken nu. Ja, dus er is nog niet echt veel gebeurd. Nee, alleen de eerste en de tweede verdieping, dat hebben we zelf al een beetje gedaan met de tijd die we hadden. Maar de benedenverdieping, ja, dat werd zo'n grote klus. Dat, we hebben onze handen vol aan deze vent. Dus dat hebben we gewoon nog niet kunnen doen. Nee. Dus we zijn heel blij met jullie. Ben je zo'n drukje maken? Nee, toch? Nee, zo lief. Zo gezellig. Ja. Deze week heeft Denise het ontwerp gemaakt voor de inrichting van Mandy, Boy en Kai. Denise heeft al meer dan 10 jaar ervaring als ontwerper en houdt van veel kleur in alles wat ze maakt. We beginnen met het moodboard. Dat is hem. Heel gaaf. Heel mooi. Heel cool. Op jullie moodboard zag ik heel veel groen. Ja. En ik heb er een kleur aan toegevoegd, zoals je ziet. Ja. Om het iets spannender te maken en ook iets zachter. Ik wil het even op een platte grond laten zien. Ik zie het andersom. Hier kom je binnen, ja precies. Ik heb het omgedraaid. Ah. En hier komt dan dat grote wandmeubel. Ja. Hier komt het speelhoekje. Leuk. De bovenkastjes in de keuken gaan er allemaal af. Ja. Oh, de groene kleur komt hier. En alle andere wanden worden grijs. Ja. Ja, dit is een tv-meubel en dan een hoge kast en dan een bankje waar de tafel aan komt te staan. Dus... Ja, zo had ik het al mooi gedacht ook. Ja. Nee, en de box moest er natuurlijk ook in. Ja. Yes, geen lamellen. Geen lamellen. Nee. Ja, dus die vloer opschuren, dat is ook nog een klus. En wat gebeurt er daarna mee met die vloer? Er komt een grey wash overheen. Ja, Thomas. Ja, nee. Voor yours? Dan schaaltje bijna als ik jou Goed bekeken zo, hoor. Ja. Ja. De gedateerde woonkamer gaat dus helemaal op de schop, maar de elementen die nog goed zijn, worden hergebruikt. Zo krijgt de vloer een grey wash coating. Zwart en staal gaan zorgen voor rechte en strakke lijnen, terwijl hout en zachte groentinten de warme sfeer zullen neerzetten. De keuken wordt opgepimpt en Kai krijgt zijn eigen speelvilla. Qua sloopwerk valt het hier wel mee, want wat ga ik weghalen? Eigenlijk dit gedeelte van de keuken, al die bovenkastjes, de tegels. Frontjes demonteer ik netjes, want de rest blijft allemaal gewoon intact. En de vloer blijft ook liggen. De wanden zijn al kaal, dus het valt wel mee. We kunnen snel gaan opbouwen. Als alles wat weg mag in de container ligt, is het tijd om de oude vloer aan te pakken. Nou, de vloer is helemaal geschuurd en staat in de grey wash. Alle wanden zijn gestuurd over nieuwe plinten en een heel mooi wandmeubel, radiator ombouwen. En die keuken die moet ook nog. Nou, die basis is gewoon perfect, behalve de frontjes. Nou, die heb ik allemaal gemaakt. Die liggen daar te drogen. Dus de volgende stap is... nieuwe tegeltjes. Ik gebruik hier een cementgebonden tegellijm. Je ziet het, die moet je aanmaken met water. Je hebt ook kant-en-klare pastalijmen. Er wordt gezegd dat die is kant-en-klaar, die kan je direct aanbrengen. Die is eigenlijk alleen maar geschikt voor wandtegels die ik hier gebruik. Maar cementgebonden kan zowel voor vloertegels als voor wandtegels. En dit is iets goedkoper. Dat scheelt toch wel. Frontjes. Kijk. Zoek de verschillen. Nou, dit kan echt niet meer. En je ziet het al, hier laat hij ook helemaal los, die folie. Dus die gaan weg. Die gaan we niet meer gebruiken. De oude handgreepjes gaan ook weg. Dus wat heb ik nog nodig? Dat zijn wel deze koppelstukjes voor de lades. Dus die ga ik hier overtekenen. En ik heb nieuwe greepjes. Dan moeten we eens even kijken hoe chic dat eruit ziet. In de tussentijd wordt er flink doorgeschilderd binnen. Ga ik buiten verder, want ik ga een huisje maken voor Kai. Een speelhuisje. Gigantisch. Het grootste gedeelte is al klaar. Ik heb een beetje op de groei gemaakt. Wat ik nog moet maken zijn de 2 bakken waar dit dan al speelgoed en knuffels in kwijt kan.
Nou, daar ben ik weer hoor. Zo dan, eigen plekje voor Kai. Nou, ook als die achter is, denk ik. Dan hier op kamers. Om het geheel af te maken, komt ontwerper Denise zelf nog eventjes de finishing touch aanbrengen. Ja. Nog een beetje groeien. Dus ja, ik ja, kan er nog niet naast zitten. Gemaakt. Nee, ik kan nog niet zitten. Dan krijg je kamers als die.